Hou je die wel aan? Mijn onderbroek. Voor de kijkers. Het zou mijn views pakken als ik hem uitdoe, denk ik. Zal ik het doen? Nee, dat gaan we niet doen. Voor ik verder ga, wil ik je iets vragen wat ik altijd vergeet te vragen aan het begin. En dat is, wil je alsjeblieft abonneren op dit kanaal? Het is gratis, het is een kleine moeite. En op die manier blijf je altijd op de hoogte van alles wat ik qua content post. Dus dat. Luister. Een paar weken geleden postte ik deze post. Daar stond het volgende in. Niemand stond zo sceptisch tegenover koud douchen als ik. Mijn mening was, als iets zo onaangenaam voelt, kan dat toch niet goed voor je zijn? Sinds een week of 9 douche ik elke dag koud en ik voel me energieker dan ooit. Nu ga ik een stapje verder. Ik heb een ijsbad aangeschaft. Dit bad van Ice Tubes kan tot 3 graden en ik stap vanaf nu zonder gedoe met ijsblokjes elke ochtend hierin. Een boost voor het immuunsysteem. Hoe was jouw ochtend? En toen kreeg ik een reactie van iemand die zei, ik hoop dat je toch wel betaald kreeg voor deze commerciële post. Even open kaart spelend, ja, ik kreeg een hele mooie korting op dit ijsbad, maar nee, dat was niet de reden voor deze post. Ik ben gewoon simpelweg super enthousiast. Dat kan, mensen. Sterker nog, deze vlog gaat hierover. Een tijdje voor die ijsbadpost plaatste ik alles op Instagram dat ik helemaal into de Wim Hof methode was. Dit is verplichte kost voor iedereen. Deze tijden hebben mij getriggerd mij eens diep op mijn fysieke en mentale gezondheid te focussen. Toen kwam dit boek op mijn pad. Ik had natuurlijk al van die Iceman gehoord, maar wat is deze methode? Mind-blowing. Ja, ik las dus dit boek. Ik begon de ademhalingstechnieken van Wim Hof toe te passen. Ik kon opeens 3,5 minuut mijn adem inhouden. En ik ben weken achter elkaar koud gaan douchen. Als je dit onderdeel uit laat maken van je dagelijkse bezigheden, heeft het tot bewezen resultaat dat je een hogere energielevel hebt, minder stress ervaart en een verhoogd immuunrespons hebt. Dus met een minimale inspanning, namelijk die ademhalingstechnieken en koud douchen, dat heeft op zich iedereen thuis, bereik je al heel veel. Maar wat me vooral triggerde, waar ik nieuwsgierig naar werd tijdens het lezen van het boek, waren de ijsbaden. Dat leek me echter wel heel veel gedoe met ijsblokjes in de weer en zo. Dat was een drempel dat me zou tegenhouden. Maar opeens was daar Ice Tube. Dat kwam op een pad. Ja, dat ijsbad van die hele commerciële post. Maar blij dat ik was. Want na deze post nam ik mezelf voor om minstens 21 dagen achter elkaar een ijsbad te nemen. Een ice bath te nemen. Waarom 21 dagen, hoorde ik je denken? Om de volgende reden. De 21 dagen trial is gebaseerd op een eeuwenoude overtuiging dat het 21 dagen duurt om een nieuwe gewoonte volledig te vormen. Volgens onderzoek duurt het 21 dagen om een nieuwe gewoonte volledig te vormen omdat 21 dagen de tijd is die nodig is om nieuwe neuropaden in je hersenen volledig te vormen. Hoewel sommige bronnen sindsdien hebben geprobeerd deze 21 dagen bewering te weerleggen, het punt is dat 21 dagen een comfortabele tijdsperiode is om een nieuwe gewoonte op te bouwen en te onderhouden. Tijdens de 3 weken leer je wat er nodig is om deze gewoonte te cultiveren en of dit een gewoonte is die je levenslang wilt volhouden. Exact dat. Na 3 weken kan ik een conclusie trekken. Wil ik dit voortzetten of heb ik het wel gehad nu? Wat mijn conclusie is, dat zie je later in deze vlog. Let's do this. Mijn handen doen echt pijn, mijn tenen ook. De rest valt gek genoeg wel mee. Oof.
voor de oplettende kijker, ja, ik heb ooit eens een batch van, weet ik veel, 20, 30 onderbroeken gekocht. En die lijken op elkaar. Goed. Het voordeel van het vaker nemen van een ijsbad is onder andere verbeterde slaapkwaliteit, verminderde ontstekingen of stijfheid en vermeerdering van endorfines. En dat geeft je een lekkerder gevoel. En met name de stijfheid, de stramheid wat minder werd, dat merkte ik. Ik heb dat vaak als ik wakker word 's ochtends, met het aantrekken van mijn sokken of mijn broek, dat ik een beetje stram, dat ik nog gewoon lichamelijk wakker moet worden. Dat is weg. Tijdens de tweede ijsbadweek had ik in die week heel veel trainingen voor een strip act voor One Night Only. Waarbij ik uit de kleren moet, een choreografie tot me moet nemen. Trouwens 11 november op Net 5 te zien. En tijdens dat dansen, tijdens die choreografie gebruikte ik spieren die je normaal gesproken niet gebruikt. Dus ik werd op een dag super stijf wakker. Met name mijn hamstring was helemaal naar de piep. En je kent dat wel met stijfheid, dan weet je, oh, morgen is dan de echte stijve dag. Maar dat gebeurde niet. Ik had geen centje pijn. En ik moet zeggen mensen, ik slaap me toch als een roos de afgelopen paar weken. Dat is echt helemaal fantastisch. Het lekkerste gevoel is na afloop van het ijsbad. Je lichaam heeft enkele minuten rond de 4 of 5 graden vertoefd en is dan opeens ontzettend bezig om weer naar zijn eigen temperatuur te gaan. Dus je voelt dat het aan het werk gaat. Het is een ontzettende energy boost. En wat je voelt vind ik best bijzonder, omdat je twijfelt van, ja, wacht even, ben ik nu aan het gloeien of is dit tinteling van de kou? Het is een mix van dat. Je voelt gewoon dat je helemaal oplaadt tot een niveau waarmee je de dag weer lachend tegemoet treedt. In de derde ijsbadweek was ik helemaal waar ik wilde zijn, namelijk elke dag 4 minuten lang in 5 graden kou. Ik zag er totaal niet meer tegenop. Sterker nog, als ik het 's ochtends niet kon doen, dan keek ik echt uit naar de middag om dan in bad te kunnen stappen. En al na een kleine minuut was mijn lichaam gewend en was het vooral interessant te scannen waar ik de tinteling voelde. Wat voel je nou? De eerste minuut ben ik echt verkrampt. Uiteindelijk ontspant je lichaam, omdat je goed op je adem lette. Wat ik nou dus niet goed doe, omdat ik tegen jou praat. Sorry. Nou dat, ja, het is even zo. Dit is de zogenoemde horse stance. Om je lichaam snel op te warmen. Het zal je niet verbazen dat mijn conclusie na 21 dagen is dat ik zeker door zal gaan met het nemen van een dagelijks ijsbad. Ik merk elke dag de voordelen ervan en die zijn me nu al ontzettend dierbaar geworden. En ik weet ook dat het een ontzettende luxe is dat ik zo'n ijsbad heb kunnen aanschaffen. Ze zijn echt wel heel prijzig namelijk. Maar als je geïnteresseerd bent geraakt, lees Wim Hof, ga de ademhalingstechnieken doen, neem een koude douche en een tip, enkele sportscholen, en dat worden er steeds meer, hebben ook al zo'n ijsbad aangeschaft als onderdeel van de sportschool. Dus wellicht lig je er binnenkort zelf ook in. Anyway, ik hoop dat je het een leuke vlog vond. Als dat zo is, like hem dan, abonneer je zoals gezegd in het begin. En dan hoop ik je te zien bij een volgende vlog. Bedankt, doei!